Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Teylingen. Dat doen we met Robin Konings namens de VVD en Rob ten Bode namens Trilokaal. En we blikken terug op de raadsvergadering van afgelopen week. Heren van harte welkom. Dank. Voordat we met die raadsvergadering beginnen, de verkiezingen komen eraan maart volgend jaar. Het is nog een eindje weg. Maar de VVD is al begonnen, want de lijsttrekker is al bekend. Ja, dat moet op een gegeven moment ook tijd worden om dat vast te stellen. En bij ons is het onze huidige wethouder Bas Brekelmans geworden die de lijst gaat trekken. Dat is toch een politieke nomade van Lisse naar Noordwijk en dan naar Teylingen. Dus ik denk, die gaat wel weer naar Hillegom of zo. Of dat is niet zo? Wij gaan er alles aan doen om binnen boord te houden. En ik weet ook vrij zeker dat het gaat lukken. Oké, wie maakt dat dan uit, wie de lijsttrekker wordt? De algemene ledenvergadering. Twee weken terug hebben we een algemene ledenvergadering gehad. Waar iedereen kon zich aanmelden als kandidaat lijsttrekker. En Bas Brekelmans was de enige kandidaat. Dus dan is het de stemmen ook niet zo heel moeilijk. Dus een unaniem gekozen lijsttrekker. Die de kar gaat trekken naar 2018. En de rest van de lijst? Die wordt op 23 november bekendgemaakt. Ook middels de ALV wordt er gestemd. En dan weten we wie op welke positie komt. Ja, ik heb wel eens de neiging te denken dat politieke partijen, dat er te weinig mensen zijn voor op een lijst, dat het zoeken is. Hoe is dat bij de VVD in Teylingen? Je merkt altijd dat richting verkiezingen wordt het altijd drukker. Met mensen die geïnteresseerd zijn. Of ook mensen die zeggen, joh, ik hoef niet per se gekozen te worden. Maar ik vind het wel leuk om op de lijst te staan en om te steunen. Een soort van steun uit te spreken voor de VVD. Ik weet zeker dat Trilokaal dat ook wel heeft. Dat mensen van, joh, ik wil wel steunen. Ik hoef niet tegen de raad in. Maar zet mij maar op de lijst. Zo krijg je uiteindelijk altijd wel de lijst vol. En er zijn altijd een aantal mensen die wel de gemeenteraad in willen. Nou, en ook dat, in ieder geval van wat ik heb gehoord, is het aantal personen daar weer ruim genoeg om weer een mooie lijst samen te stellen. En kan je al bekendmaken wie de stoppen van de huidige fractie? Wie het allemaal zijn van onze zes raadsleden gaan erin. Die stoppen er in ieder geval drie. En dat zijn allemaal oud-gedienden. Marlies Volte, onze fractievoorzitter, Bob Keven en Sabrine van der Lubbe. Ik vind het heel jammer, maar ze hebben de keuze gemaakt. Maar gaat veel ervaring weg. Maar aan de andere kant is het ook weer fris bloed die gaat zorgen voor een nieuwe vernieuwing. Je klinkt bijna als een campagneleider. Misschien zit hij ook wel voor. Want je bent campagneleider van de VVD? Ik ga met het team gaan proberen de campagne van de VVD zo hard mogelijk naar boven te schieten. En op naar een goed resultaat op 19 maart. Kijk, het begint nu al. Hoe is het met Trilokaal? Hebben we al een nieuwe lijsttrekker? Die is nog niet bekend te maken, want de ALV heeft er nog niet over gestemd. Wij zijn ongeveer net zo democratisch als bij de VVD. Dus we doen dat netjes. Okay. Eerst onze eigen achterman voorleggen. En ook bij ons merken we dat het langzaam drukker begint te worden. Mensen die spontaan weer aan het aanmelden zijn en lid worden. Cursus politiek actief. Ja. Heeft een goed ding gedaan. Echt leuke nieuwe leden van mensen die ook vol op de lijst willen. Dus dat is iets waar we in Teylingen zeker vol gaan houden. Ja. Aanraden voor in de andere gemeente. Dat is inderdaad echt heel leuk. Ja. Ja, dus die cursus, zeg ik maar even, of cursus introductie, net hoe je het noemen wil, om mensen wegwijs te maken in de politiek. Cursus lokale politiek. Ja, dat werkt. Maar wanneer gaat het bij Trilokaal gebeuren? Dat zal ook in november gebeuren. We zijn nu druk bezig met de uitschrijving van de ledenvergadering. Oké, maar ook genoeg mensen dus om op de lijst te komen? Wij denken dat we de lijst aardig kunnen vullen, op dit moment. Oké. Dus. Een vraagje tussendoor, Noordwijk en Noordwijkerhout gaan nu echt beginnen met vergaderen. Samen Trilokaal, de naam zegt het al, hè, ooit opgericht na de fusie. Nog een advies naar de politiek in Noordwijk en Noordwijkerhout? Ja, vooral samenwerken. Dat is hetgene wat je moet gaan doen. Samen optrekken, alleen red je het niet. Dat is niet anders. Oké. Dus niet meer als je tegen bent of was, dan niet meer met de kont tegen de kribben, maar... Ik weet dat wij dat in het verleden gedaan hebben. Dat we hebben gezegd van zoals Sassa en voorhoudt als Waarmond, van wij kunnen het alleen. Maar we hebben wel gezegd, jongens, als het dan toch moet, dan zetten we de schouders eronder. Dus daar waren we druk mee in voorbereiding. Dat heeft goede vruchten afgeworpen. Okay. Ik denk dat we een aardige gemeente hebben in Teylingen, toch? Ik denk dat we het goed voor elkaar hebben. Het is niet de bedoeling dat we hier vriendelijk tegen elkaar doen, natuurlijk in het politiek programma. Straks gaan we elkaar weer afhangen. We gaan naar de raadsvergadering. Soms komt er opeens een oud onderwerp op de agenda. Ja. Een molen van Speelman. Dat is nu de stomp, zonder wieken er bovenop. Ik dacht dat het allemaal dichtgetimmerd, rechtszaken, gedoe en einde oefening. En opeens staat het weer op de agenda. Hoe kan dat? Over een oud onderwerp gesproken. Het onderwerp is ouder dan ik ben. Volgens mij, als ik de boek heb nageslagen, is het in 1992 voor het eerst op de agenda gekomen.
En ja, het is eigenlijk normaal verdwenen. Nou, 2013 hebben we een besluit genomen als gemeenteraad. Nou, we doen het niet. En ja, we hebben destijds nee gezegd. En dat, ja, wat de VVD betreft, blijft het ook nee. Enerzijds, doordat we dat proces de vorige keer al doorlopen hebben. En het is ook gewoon, je moet op een gegeven moment een keuze maken. En het democratische proces is er ook eentje dat je keuzes maakt die niet meer terug te draaien zijn. Uiteindelijk is alles terug te draaien. Maar we moeten ook zekerheid geven aan de omwonenden die in de Postwijk wonen. En dan moet gewoon zeggen, we gaan het zo doen. En dat wat de VVD betreft geen wieken. En wat de raad betreft is dat ook geen wieken. Dus voor ons is er geen verandering. Het is geen gezellig wijkje daar. Want die mensen van de molen en de mensen die eromheen wonen. Er zou zomaar een rijder naar rechter binnen kunnen komen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ze zitten elkaar een beetje dwars. Dat is natuurlijk ook logisch. Vanuit het verleden misschien wat krom gestart met een fout bestemmingsplan. Waardoor het nu weer te sprake kwam. Want het bestemmingsplan moest geactualiseerd worden. Ja, dat dus was de officiële agenda. Over 10 jaar zou het zomaar weer opnieuw kunnen gebeuren. Ja, en dan gaat die vereniging toch proberen nog een keer die strijd te winnen. Ja, je kunt het niet tegenhouden. Moet je ze misgunnen om nog opnieuw de strijd te doen? Nou, dat denk ik ook niet. Als de mogelijkheid er is, dan moeten we ze die bieden. Maar ja, de omwonenden geven nog steeds aan dat... Dat zij verwachten er veel last van te zullen hebben. Dus ja, we gaan daar onze voorkeur toch naar uit. Ja, maar er waren wat, hoe zeg je dat, stemtoelichtingen? Stemverklaringen. Stemverklaringen, ja, die lastig dingen. Woord. Maar ja. Er zijn sommige partijen, ja, we gaan wel zien wat er gebeurt. Dan kan het uit de bevolking komen. Durven ze dan geen nee te zeggen of geen ja te zeggen? Want het is een beetje, ik voel bijna laf om te zeggen van nou, we gaan wel zien wat er gebeurt. Ja, dat kan ik op mijn vingers natellen wat er gaat gebeuren. Ja, maar het is natuurlijk een lastig dingetje. Die stichting heeft wel een opdracht in het verleden van de gemeente aanvaard. Daarvoor hebben ze toen die molen voor 1 gulden over kunnen nemen. Met de opdracht om hem af te bouwen. En dat is nog steeds hun doel. Dus ja, dat is het enige verenigingsdoel wat zij hebben. In principe. Ja, maar ik bedoel, er zijn nu toch allerlei activiteiten. Het heeft toch een andere invulling gekregen? Ja. Maar ja, toch gaan ze voor de afbouw van die molen. Ja. Blijven ze voor gaan. Het is wel een heel mooi... Want hoe de molen op dit moment gebruikt wordt... is wel echt een heel mooie manier om voor... Ja, een sociaal element... en gewoon de multifunctionaliteit van de hele molen. Ik geloof dat er een bridge wordt. Je kan het afhuren om te vergaderen. Kleine conferentietjes te houden. Dat is echt super om te zien. Ik geloof zelfs dat er een kinderdagverblijf... of bij het schoolsopvang zit of zat. Multifunctioneel. Ja, het is zo multifunctioneel. En daarom zeggen dat de molenstomp echt een grote functie heeft in de Postwijk. En nou, in ieder geval wat ik ook wel heb gehoord, dat het ook, wat u net zei, dat het echt wel gezellig wonen daar is. Oh, gelukkig. Alleen, ja, veel mensen vinden dat wel zonder wieken. Ja, precies. Je moet het niet over de molen beginnen. Nee. Inhuur externe. Had u een motie voor ingediend, zeg ik ja, het goed? Dat klopt. Stond op de agenda afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. Waarom maakt u zich daar zo druk over? Ja, omdat ons signalen bereiken dat we hele dure externe inhuren die boven de balken en de norm verdienen. Wij vinden dat niet moet kunnen in een gemeente. Dus dan willen wij dat onder de aandacht brengen en willen wij ook dat er voortaan over gerapporteerd wordt. Er was een onderzoek van RTL, meen ik even uit mijn hoofd. En daarnaast daarvan stelde ongeveer elke politieke fractie vragen. Er waren antwoorden op gekomen, waren die antwoorden dan niet afdoende? Ja, deels. Je blijft nog steeds zitten met het gevoel dat het college geeft aan van ja, het moet. We moeten een zwaar ervaren iemand inhuren die zou anders tijdingen niet goed kunnen vertegenwoordigen. En dat de enige optie was. Maar dat het niet door de gemeente tijdingen betaald wordt. Het wordt uiteindelijk door de projectontwikkelaar betaald. Dat wordt gewoon doorberekend. Dus dan is het toch geen centje pijnig. Nee, het is even goed. Gaat het natuurlijk ten koste van de geldprijs van de huizen, zeg maar. Ja. Nou, dat is ook niet helemaal zo. Het is een hoogkamerproject. Het is een best wel langlopend project. En het is een erg succesvol project. En de beloning van de betreffende externe inhuur die door de projectontwikkelaars is betaald. Dus het is niet van gemeenschapsgeld gegaan. Die was afhankelijk van hoe groot het succes was van die wijk. Nou, die is heel groot en dat is een erg hoog bedrag. Maar we laten niet dat de motie van de trilokaal wel terecht was. En dat je als gemeente altijd heel erg scherp moet opletten voor externe inhuur. Die is eigenlijk nooit goedkoop. Ja. Ik heb nog nooit een echt goedkope externe inhuur gehoord eigenlijk. Dus daarom was de motie van de trilokaal terecht. Maar ook de vragen van het college waren ook afdoende. Hij is unaniem aangenomen volgens mij. Wat gaat er dan nu veranderen? Wat er gaat veranderen is dat we voortaan 1 keer per kwartaal een rapportage krijgen als er overschrijdingen zijn op de norm, zoals genoemd. Dat er te veel dure
in Nieuwe plaatsvindt. Okay. En zeker boven de balken in de Noord. En geldt ook voor externe partijen waar dingen aan uitbesteed zijn? Zoals de jeugdzorg, Cirelo, weet ik nog een herinnering in andere gemeenten? Nee. Dat niet? Nee. Dus dan kunnen nog stiekem mensen te veel verdienen van gemeentegeld? Maar als dat binnen die stichting zelf plaatsvindt, dan moet die stichting zelf daar verantwoording afleggen. Dat is niet aan ons natuurlijk. Nee, maar toen ging het over aanbesteding van jeugdhulp met een voorwaarde dat er niemand boven de balken in de Noord mocht verdienen. Ja. Ja, misschien nog een aandachtspuntje, zeg maar. Het lijkt me ook een hele terechte, maar je zou het eigenlijk niet in de aanbesteding op hoeven moeten nemen, omdat het een wettelijk ding is. Ja, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval aangenomen, dat is geregeld. De economische agenda, olifantenbevalling, zeggen we dan? Nee, ja. olifantenzwangerschap. Want het was wel een lang verhaal, hè? Ja, het is een ontzettend lang verhaal geweest, maar daarom ook des te mooier dat we nu wel eindelijk een klap op hebben kunnen geven. Dat het proces wat echt veel te lang geduurd heeft, daar zijn we denk ik met iedereen wel over eens. Maar ik denk wel dat het een heel mooi project is. Het is een gigantisch project. Maar ik denk dat we hier wel mee echt verder kunnen. Waar we echt met de regio stappen kunnen gaan maken. Die nodig zijn om ook de leefbaarheid en de economische kansen hier in de regio op peil te houden. En op heel veel vlakken kunnen we hiermee verder om stappen te maken. Ja, 11 projecten in de economische agenda, een soort aanvalsplan. Nou is de discussie, het CDA zet er die discussie flink stevig aan. Het gaat erover wie straks de baas, over dat gemeenschapsgeld wat allemaal uitgegeven mag worden. Dus een economic board. En met nog een of andere ingewikkelde kreet. Dan moeten allemaal mensen inkomen volgens de Heflux. Wat was het ook weer? Ik ben het kwijt. Heliflex. Ja, wat is dat? Ja, ik ben Helix. Triple Helix. Triple Helix. Triple Helix, ja. Wat is dat? Ja, nou, dubbele. Wat is dat? Ja, dat zowel onderwijs, bedrijfsleven als overheid participeert in de opzet ervan. Een goede verdeling over alle deelgebieden, zeg maar. Ja. Ja, ja. Maar de CDA zet er nogal stevig in, want er komen straks in de bestuur van de Economic Board, ja, komen straks ook 2 wethouders. En dat hadden ze liever niet. Meestal is het andersom. Nee, zij wilden liever een onafhankelijk gekozen iemand, die onafhankelijk van partijen kan opereren. Ja, dat vonden wij als trilokaal zijnde wat raar, omdat we heel veel samenwerkingsverbanding hebben waar onze colleges prima in functioneren. En nu zou dat eens, op het laatste moment, zou dat nog veranderd moeten worden. Terwijl, nou ja, olifantendrag waar we het over hadden, we zijn er al een poosje mee bezig. Dan had de CDA dat ook eerder kunnen vermelden. Want nu zouden we als Teilingen alleen een besluit nemen, terwijl de rest van de regio niet meedoet. Ja, wat je inderdaad ook merkt, is dat ook het bedrijfsleven zegt van, Laten we nou van start gaan. Ja. Laten we het nou gaan doen. We snappen dat er ook best wel dingen zijn die misschien nog verbeteringsvatbaar zijn. Maar ga nou starten, anders duurt het weer langer en weer langer en weer langer. En maar daar, het gaat over heel veel geld. Nee, het gaat ook over heel veel geld. En daarom is het een zorgvuldig proces ook zeker goed. Het is ook niet voor niets zo lang geduurd. Dat is nog steeds te lang. Maar laten we nou een keer van start gaan. En dat is natuurlijk wel het standaard overheidswezen van, de overheid en de gemeenteraad, die gaat het proces nog een keer vertragen. Nee, we moeten nu gewoon vooruit en nu gaan. En we kunnen eindelijk van start met de economische agenda. Maar wel belangrijk, wie houdt de uitgaven van het gemeenschapsgeld in de gaten? Als de 2 wethouders in die economic board zitten, gaan die dan zichzelf straks niet controleren? Dat was een van de argumenten van het CDA. Ja, voor het uitgeven van gemeenschapsgeld, de controlefunctie heeft altijd de gemeenteraad. En die is er ook verantwoordelijk voor en die kan je er ook aan houden. Okay, dus dat werkt bij Holland-Rijnland, precies. En daar geven we ook heel veel geld uit namens de regio. Miljoenen voor de Rijnland-route, jeugdzorg. Dus daar gaat nog veel meer geld in om dan alleen voor dit deel. Ja. Wat moet de economische agenda gaan doen voor Teilingen? Voorspoed brengen. Vooral zorgen dat de regio sterk wordt, dat het economisch aantrekkelijk nog meer wordt. Als door de heren staat de voorhoud rijden, denk ik niet van. Het is een stille bende, er gebeurt hier niks. Maar zijn er toch wel problemen dan op economisch gebied? Op economisch gebied, ja, je moet wel zorgen dat je een beetje vooraan blijft lopen. Als we niks doen, dan gaan we langzaam achteruit. En dat is hetgene waar alle bedrijfspartijen, alle economen voor waarschuwen. Als we niks doen, dan boeren we achteruit in plaats van vooruit. Nou, dat willen we niet. Nee, precies. Ja, je moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven als regio, als vestigingsplaats voor bedrijven. En om dat zo te houden, moeten we het zo aantrekkelijk mogelijk blijven houden. We zijn fantastisch bereikbaar, de lasten zijn laag. En dat moeten we zo houden. Maar ook dat is gewoon
een proces waar je altijd op je hoede moet blijven, dat het altijd zo blijft. Maar ook bijvoorbeeld het toerisme. We hebben geweldige plassengebieden in de Warmond liggen. We hebben geweldige bollenvelden. Nou, daar kunnen we nog meer uithalen. En daar geeft ook deze economische agenda geeft de handvaten voor. Ja, want tijdelijk ging over regiomarketing, geloof ik. Hè? Van Velsen leidde daar het groepje, het werkgroepje, zou ik bijna willen zeggen. Dat klopt, hè? Regiomarketing, is dat een van de portefeuillesverdelingen? Dat volgens mij wel, ja. Ik weet niet alle details helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is vooral omdat je ook in samenwerking alles doet. En wie nou de grootste voorwaarde is voor welk onderwerp is minder interessant. Als wel dat we als regio daar een goede economische portefeuille voor neerzetten. Ja, de provincie heeft een keer gezegd, het mooie woord lakmoesproef. Hè, om te kijken van die economische agenda. Het is een mooie testcase om te kijken of die 5 eigenwijze gemeenten in de Bollensteek nou een keertje gaan samenwerken met elkaar. Gaat het lukken? Anders hadden we zeker niet voorgestemd. Als wij, je moet ook sowieso altijd met een positieve blik in proces gaan. Als we er een klap op geven, moeten we ook positief zijn. En als we er geen vertrouwen in hadden gehad, dan had de VVD in ieder geval niet ingestemd. En ik mag hopen dat dat voor alle partijen geldt. En is het dan de voorbode voor een fusie van 5 gemeenten, straks nog 4 gemeentes in de Bollensteek? Wat ons betreft zeker niet. Nee. We zijn prima in staat om zelf te sturen. Dat is een lakmoesproef, hè? We weten wat het gaat met proeven. Als de proef geslaagd is... Maar je moet daar de commissaris van de Koning nog een keer over spreken, want die heeft niet helemaal zijn woord gehouden in deze. Want? Die heeft in het verleden ingestemd dat zodra wij die ambtelijke fusie rond zouden hebben, dat we op de hoek waren. En nu gaat hij ook middels brieven schrijven, gaat hij weer aangeven dat hij toch wil doorzetten op een algehele fusie. Aha. Dat vind ik niet netjes. Dus geen rust in de tent na HLT? Nee. Nou ja, laten we gewoon eerst met z'n allen eerst de economische agenda goed uitvoeren. Voordat we eventueel gaan kijken naar andere stappen. Dat is een proces weer op een andere manier. Maar je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Maar om daar te zien wat het bijvoorbeeld in Noordwijk en Noordwijk houdt. Hoeveel moeite het allemaal kost. Denk dat we eerst hierbij moeten houden en dan pas verder gaan kijken. Oké. En voor de rest zat er niks in die raadsvergadering. Het was een beetje een saaie raadsvergadering. Komt dat? Er gebeurt er niks. Nog een melding van een nieuw trilokaal initiatief voor duurzaamheid. Hè? Oh ja, en dat ging over... Het opstellen van een visie omtrent de buitenruimte voor het duurzaamheidsverhaal. Ja, duurzaamheid is ook een beetje een... Het was een college ding, maar dat hebben we langzaam een beetje het stuur van overgenomen vanuit Trilokaal. Maar je ziet wel dat iedereen dat omarmt. Ja, maar dat duurzaamheid dat is ook wel een beetje van de ene keer wel en de andere keer niet. En een lastig onderwerp is dat in Teylingen. Hoe komt dat? Ja, omdat het een lastig onderwerp is en blijft natuurlijk. We willen heel veel, maar het kost wel heel veel moeite om dat ook te doen. Je kunt niet alles zomaar zonder meer afdwingen. Dat moet je wel goed doen. Ja, en het is natuurlijk ook duurzaamheid is natuurlijk vaak ook gewoon een etiket dat overal opgeplakt wordt. Bij ons betekent duurzaamheid in ieder geval houdbaar voor de toekomst. In principe is wat je wel ziet in heel veel dingen, in heel veel stukken en heel veel, in ieder geval ook een aantal moties, dat op een gegeven moment duurzaamheid het toverwoord is. En op een gegeven moment moeten we ook duurzaamheid houden wat het is, voor het houdbaar houden voor de toekomst. En of dat nou op financieel vlak is, op milieuvlak, of noem het maar. Dat is belangrijk. Maar het is ook alweer een goud etiketje hoe we dat overal op kunnen plakken. Het is niet meer heel erg belangrijk. Ja, duurzaam in de openbare ruimte betekent bankjes van het goede hout en zo, dat soort dingen, lantaarnpalen of recyclen? Nee, dat betekent meer een visie opstellen, dat we met z'n allen van tevoren gaan bepalen van wat zou je waar nou kunnen doen. Er zijn een aantal onderwerpen als voorbeeld ter sprake, zoals de windmolens bij de AXO, waar de nodige voors en tegens voor zijn. Maar dat geldt ook voor Warmond, waar er een beschermd dorpsgezicht is waar iemand geen zonnepanelen op zijn dak mag leggen. Ja, laten we dat nou met z'n allen dan goed van tevoren afstemmen wat we waar kunnen doen. En dan gelijk kijken hoe we een proces vorm kunnen geven dat een aanvraag ook soepeltjes kan verlopen. Het is aangenomen? Nee, dat is ingediend. Als initiatiefvoorstel, dus dan gaan we in de volgende commissie ruimte gaan we erover praten. Ja, dus de volgende raadsvergadering wordt een stuk spannender. Kunt u dat beloven? Nou ja, dat is spannend. Het gaat niet om wat spannend is. Het gaat natuurlijk om dat het constructief is. Ik snap dat het voor jullie wat makkelijker is om te kijken. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat het helder en goed gebeurt. En als het dan wat saaier is, dan moet ik maar wat langer mijn ogen open houden op de backbench. Oké, we blijven het proberen. Heren, bedankt voor de komst in de studio. Dit was het stuur van de Bollensteek afslag Teylingen. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.